Bos tot 6, de middagshow. Hoog bezoek in de studio, de voorzitter van het land van Herlaer. Zijn naam is Wil Terpstra, een bekend persoon, zeker in de Parkstadregio. Wil, welkom, als ik tenminste mag tutoyeren, in de studio van RTV Parkstad. Ja, doe dat gerust, Roger. Leuk dat je er bent. Zullen we het een dialect doen? Ja, los maar, Jan. Dat vind ik beter, hoor, denk ik. Jo. Ja, het is nu mondig. Komende donderdag, 26 juli, gaat er iets bijzonders gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Ja, het land van Herlaer heeft een bijzondere avond organiseren rondom in het kader van de maand van de geschiedenis. Mm-hmm. Rondom het thema sport en geluk. Oh, nou, sport is geluk, niet altijd natuurlijk, maar ja, dat ligt was wel dik bij elkaar. Hè? Dat was ook ons idee toen het thema van de maand van de geschiedenis landelijk bekend werd. Mm-hmm. Het thema is dit jaar geluk, elk jaar een ander thema. Mm-hmm. En wij als land van Herlaer, historische kring, sinds vorig jaar zijn we bezig om historie ook wat dichter bij de burger te brengen, bij de mensen te brengen. En in dat kader organiseren wij in de maand van de geschiedenis steeds een aantal avonden. En aanstaande donderdag een hele bijzondere in het Parkstad Limburg Stadion. Ja, kijk, die locatie is natuurlijk al fantastisch. Wat gaat er precies gebeuren? Vier gunten een avond organiseren waarbij vier het geluk hand dat vier een paar bijzondere gasten hand die vanuit het historisch perspectief gaat gunt vertellen over sport en geluk. En dat zunt de oud-voetballer Leo Berendonk. Ah, en de oud-wielersportjournalist Wiel Verhezen. Dus mensen die qua naam bekend zijn en die echt wel een verhaal te vertellen hand. Ja, mooi. Wiel Verhezen, bekende naam. Leo Berendonk ook. Had ooit zelfs hij bij RTV Parks had nog gewerkt. Ik weet nog dat ik met Wil, dat is een leuke anekdote met Leon en Leo. Een leuke anekdote. Ik ga eens een voetbalwedstrijd met hem verslagen in het Parkstad Limburg Stadion. En toen deed ik een verslag voor de radio. En dat was grappig. Wim Freins natuurlijk de stadionspeaker van Roda. Ik kroeg op een gegeven moment dat Wim zag van daar gaat iemand wisselen. En Leo wordt een heel pleidooi aan het houden over de wedstrijd, wat er allemaal gebeurde, tot in het kleinste detail. Ik zei, Leo, ik ga je even onderbreken, er komt een wissel aan. Ja goed, er steeds dus in een skybox verslag te doen. Ik zorg dus totaal 0,0 van de wedstrijd. En Leo zegt, hoe weet jij nou dat er een wissel aan komt? Ze let maar op mijn woorden, er komt een wissel aan. En ik neemde de namen. En hij werd zegt van, wow, wat gebeurt er nu? Maar ja, dat was natuurlijk fantastisch. Hij hou de vooraankondiging van Wim niet gehoord. Dus dat was geweldig. Maar goed, dat even terzijde. Leo Berendonk. Ja, okay. Wil. Ja, in ieder geval een minst met een verhaal. Joost Philippens bereid gevonden om de oven te presenteren. Mm-hmm. En hij gaat in gesprek met twee historische... Ja, dan moet het op een kerkrusje, moet het zagen. Maar ja, twee, ja. Met deze oud rapidspeler, want dat is het. Ja. En met Wiel Verhezen. Mm. En hij gaat met hun in op bijzondere gebeurtenissen in het leven van beide figuren. Mm. En wat, dat is nog een verrassing. Ja, want dat maakt het wel heel spannend. Maar toch, ben zij niet van niks. Dan wil ze dus toch niet meer gaan lu attenderen, uitnodigen om warm maken voor de avond. Ja, we hadden bij de organisatie het idee gehad. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, dat idee. Mm. Om ook aandacht te krijgen te gaan voor het huisorkest van Roda JC. En, okay. In samenwerking met de stichting Voetbalbuen. Mm. Wellicht bij mensen bekend. Jacques Heuntjes, heel prominent lid van de Voetbalbuen. We hadden ze geholpen om enerzijds de twee namen die voor Jus genoemd had, om die op de oven door te krijgen. Maar de Nervenhand voor ook aandacht gevolgd voor mensen die lid worden van het een of het ander huisorkest. Want wie we ermee bezig waren, bleken dat een aantal huisorkesten geweest is die in de loop van de jaren in het sportpark Kalheide met name gespeeld had. Mm. En dus die, ook dat huisorkest kiet op de avond aandacht. En zo wie vier het nu op dit moment zien, geeft dat een heuse reunie werden van het huisorkest. Wauw, dat is niet alleen maar spraak en gesprek, Joost, met Wiel en Leo in gesprek, maar dus ook muzikaal wordt dat op een mooie manier opgeluisterd. Ja, dat wordt min of meer toevallig. En het bleek dat heel veel oud-leden van de huisorkesten dus op de ingevangen manier acte de présence zouden willen geven. Mm, fantastisch. Lu die dit nog huren of zien en die denken van, goh, ik ga donderdag of nog niks, het lijkt niet gezellig, ik zou dat graag willen. Wat moeten die doen? Die moeten gewoon naar het Roda Stadion komen. Mm. Toegang gratis?
De toegang is gratis. Je zit in de kantine rechts van de ingang. Mm-hmm. De gele kaart. De brasserie is dat. Ja. En door het kind ze gewoon naar binnen lopen. En daar is iedereen van harte welkom. Overigens nog een aardigheidje erbij. Vergunt ook een hele oude bekende quiz. De quiz Petje Af. Petje Op, Petje Af. Oei, bekend van het oude tv-programma Hollandsport. Ja. Gunt verhouden en door hun verooggebiedje de kennis testen van de aanwezige mensen. En wie is dan de quizmaster, Wil Tuimstra? Nee, dat is de Joost. Dat deed Joost Philippens. Dat deed Joost toch? Oké. Okay, ja, okay. Ja. Nou ja, goed. Dan Lotto Joost Philippens. Dan kunnen we wel goed, denk ik. Ja. Dat werd in ieder geval mooi. Toegang is gratis. Hoe laat beginnen we? We beginnen om 7:30. 7:30, dus zorg dat je op tijd zit. De brasserie, de gele kaart, de Yale kaart, moet ze dat zeggen in dit geval. Ja. Parcel Limbo Stadion, aanstaande donderdagavond 26 oktober. Begint dus om 7:30. En het werd een reunie muzikaal gezien. Gepresenteerd werden in ieder geval de Joost Philippens en de twee prominente gasten door Zund Wiel Verhezen en Leo Berendonk. Dat werd een hele mooie avond, Wil. Dat ken je dan. Gegarandeerd. Ik vond het erg leuk dat ze hier was. En heel veel plezier in ieder geval. Geen erg door. Dankjewel, Wil Terpstra, voorzitter van het Land van Herle, historische kring Parkstad.